terug bij het kanaal van Meester Doopsizer en mijn nieuwste filmrecensie. Deze keer over een Oscar-winnaar uit 2014 en een van de meest unieke films die je kan tegenkomen. Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. Geregisseerd door Alejandro González Iñárritu, die we kennen van onder andere The Revenant en Beautiful en Babel. En met in hoofdrol Michael Keaton als Regan Thompson. Een acteur die al jarenlang aan lager wal is geraakt sinds zijn carrière in superheldenfilms. En nu probeert dat nieuw leven in te blazen zijn eigen toneelproductie. Een reden waarom deze film zo uniek is, is omdat het een satire is op Hollywood en acteurs in het algemeen en ook op de critici. En tegelijkertijd een nogal zwaar drama is over een depressieve man wiens carrière belangrijker voor hem is geworden dan zijn familie. Zodra ik door de verschillende aspecten heen ga, zal duidelijk worden waarom deze film echt dat er geen tweede van is te vinden. We starten bij het acteerwerk. Michael Keaton als Regan Thompson is echt verschrikkelijk goed hier. Hij speelt een heel complex en gelaagd karakter dat flink wat tekortkomingen heeft. In de tijd waarin we nu leven en waarin mensen van alles online zetten en zoveel mogelijk bekendheid proberen te verwerven, zijn oude acteurs als hij een nogal medelijwekkend slag. Want in zekere zin is dit ook, is de rol die Michael Keaton speelt een reflectie van zijn eigen carrière. Hij was natuurlijk vroeger heel erg bekend als Batman. En dit karakter speelde vroeger een superheld die heette Birdman. Natuurlijk is Michael Keaton's carrière nog steeds heel succesvol gebleven. Maar in het geval van dit karakter is dat helemaal niet zo. En hij is zo bang om vergeten en alleen te eindigen als een onsuccesvolle acteur wiens naam alleen valt als die Birdman-gozer. En in zijn obsessie om die erkenning en liefde weer te krijgen, verwaarloost hij de personen die het meest om hem geven, zoals zijn ex-vrouw en zijn dochter, voor wie hij er eigenlijk had moeten zijn. En al die lagen en al het tumult en die stress wordt uitstekend gedaan door Michael Keaton. Hij kreeg hier dan ook een Oscar nominatie voor. En hij had hem van mij ook best mogen winnen, waren het niet dat hij sommige van zijn lijnen echt nou niet bepaald overtuigend zeggen kan. Hij moet het vrijwel volledig hebben van zijn lichaamstaal en het brede palet aan emoties dat hij weergeeft. Hij doet dat voortreffelijk, maar het is gewoon niet de 100% waar ik een Oscar voor zou geven. Desondanks heel erg indrukwekkend. Dan de tweede rol, die wordt gespeeld door Edward Norton. Hij speelt in zekere zin ook een versie van zichzelf als Mike Shiner. Een zeer bekende Broadway acteur die wordt ingehuurd door Keaton's karakter om een van de hoofdrollen te spelen. En hij neemt al gauw de hele boel over, doet alles op zijn eigen manier, is licht ontvlambaar en recalcitrant bezig en acht zichzelf vele malen hoger dan Keaton en zijn hele arme, tierige productie. En Edward Norton staat in het echte leven ook bekend als een zeer lastige acteur om mee te werken, die vaak zijn eigen visies en ideeën probeert te pushen op de set. Dus deze rol
was hem op het lijf geschreven. En dat is te zien. Hij is fantastisch. Edward Norton is een method actor. En in vrijwel elke scène die hij ziet, gooit hij de volle 110% erin. Het voelt als een echt karakter vrijwel continu. En hij kreeg hier ook een Oscar nominatie voor. Absoluut verdiend. En hij is gewoon op sommige punten haast nog beter dan Michael Keaton voor hoe realistisch hij zo'n vent neer kan zetten. En ook opvallend humoristisch. De derde rol die wordt gespeeld door Emma Stone als Michael Keatons dochter. Zij speelt een karakter dat recent uit de drugkliniek is gekomen en die lastige periode door moest komen zonder steun van haar vader, omdat hij alleen maar gefocust is geweest op die theaterproductie van hem. En hoe ze hem dat in stilte verwijt en die somberheid zich meedraagt, dat doet ze al heel goed. Maar tegelijkertijd is het gewoon ook een heel erg realistische weergave van een bokkige tiener die verlangt naar de acceptatie van haar vader en hem en tegelijkertijd een hartgrondige hekel aan hem heeft. Emma Stone is weergaloos in deze rol. Buiten haar optreden in La La Land en Battle of the Sexes is dit verreweg haar allerbeste optreden. Zij kreeg hier ook een Oscar nominatie voor. En de scène waarvoor ze die waarschijnlijk gekregen heeft, is een scène waarin ze compleet ontploft tegen haar vader en zijn obsessie en zijn verwaarlozing tegenover haar. Ze is uitzonderlijk goed wat dat betreft. En het was een van mijn favoriete optredens in de hele film. Dan de vierde rol door Zach Galifianakis. Is veel al bekend van komische rollen. Zoals zijn rol van Alan in The Hangover. Hij speelt de beste vriend van Michael Keaton's karakter. En tegelijkertijd ook de theaterproducer. Die natuurlijk moet dealen met alle stress die komt kijken bij het opzetten ervan. Zoals geldproblemen en niet de juiste acteurs voor elkaar krijgen. En Michael Keaton's geestelijke gesteldheid. En Zach is zeer goed in vorm. Hij is niet op het niveau van de anderen, maar hij gooit echt heel veel energie en passie in deze vrij simpele rol. En dat zorgt gewoon voor heel veel charisma en aantrekkingskracht in de scènes waarin hij speelt. En ik vond het een heel indrukwekkende performance voor een acteur waarvan je dat echt niet zo zou verwachten. Dan de laatste rol die ik wil noemen is van Naomi Watts. Zij speelt een van de acteurs in het stuk van Michael Keaton's karakter. Dat klinkt echt behoorlijk surrealistisch, maar vrijwel al deze acteurs die moeten minstens één keer acteren dat ze aan het acteren zijn. Dat is echt mindblowing af en toe. Naomi Watts die moet dat dus ook doen. Maar tot mijn spijt moet ik zeggen dat zij verreweg de slechtste actrice is. Ik mag haar sowieso niet echt als een actrice. Omdat haar rollen in de Divergent filmseries echt vreselijk waren. Granted, ik heb niet veel meer van haar gezien. Dus ik oordeel waarschijnlijk te snel. Maar dit performance in deze film was gewoon een doorn in het oog. Ze speelt een personage waar zij net een beetje te oud voor lijkt. Iemand die al haar hele leven ervan droomt om op Broadway te staan. Maar zij ziet eruit als een vrouw die al over dat hoogtepunt heen is. Wat dat betreft.
Maar dat is niet het grootste probleem. Het is gewoon haar spel. Ze is niet overtuigend. En haar lijnen komen er niet natuurlijk uit. De emoties die ze vertolkt, die zijn wel heel sterk. En ze vertoont een breder range. Wat dat betreft. Maar als ze werkelijk gewoon moet huilen. En dat we medelijden of positieve emotie bij haar moeten voelen. Dat voel ik voor geen meter. En haar optreden was gewoon heel teleurstellend. Dus wat de acteurs betreft is het allemaal verschrikkelijk indrukwekkend werk. Drie welverdiende Oscar nomies en sterke bijrollen op Naomi Watts na. Maar dan de regie, gedaan door Inarritu. Nou, veel van zijn films die staan bekend om lange takes in combinatie met de cameraman Emmanuel Lubetzky, maar daar kom ik straks op. Deze film heeft een heel erg unieke aanpak. Alles moet eruit zien alsof het in één shot is gefilmd. De hele film ziet eruit als één ononderbroken shot. Dat is verschrikkelijk indrukwekkend camerawerk en montage. Maar vooral de regie die moet hierbij niet vergeten worden. Die ellenlange praatsecties die moeten steeds van begin tot eind goed gaan. Daar is heel veel werk en planning en precisie voor nodig. En je kunt af en toe zien dat ze zoveel moeite hebben gedaan voor de juiste take, dat ze dat niet meer echt hebben lopen herhalen. Dus sommige scènes die je ziet, dat is vaak niet de beste take, maar ze hebben er dan gewoon waarschijnlijk niet meer gedaan. Desondanks zitten er verschrikkelijk indrukwekkende scènes bij, waarbij twee mensen puur gewoon tegen elkaar praten en elkaar leren kennen, maar doordat het allemaal één shot is en het zo nauwkeurig gepland is, getuigt dat alsnog van verschrikkelijk indrukwekkende regie. Ook de niet-praatscènes moesten heel nauwkeurig gepland worden, zodat de acteurs precies op tijd op de juiste plek stonden. En ik geef Alejandro echt mijn complimenten voor hoe goed hij dat voor elkaar heeft weten te krijgen. Hij kreeg een Oscar voor de beste regie. Kan ik begrijpen, maar ik had het hem waarschijnlijk niet gegeven, omdat hij niet schijnbaar de moeite gedaan heeft om de beste take eruit te krijgen. Dan over naar het camerawerk. Gedaan door, zoals ik al zei, Emmanuel Lubetzky, een van de beste cameramannen die vandaag de dag werkt. Hij kreeg hier een Oscar voor. En dat snap ik ontzettend goed. Hij werkt vrijwel altijd met natuurlijk licht. En dat alles hier moet lijken als één ononderbroken shot vereist verschrikkelijk goede planning en een experte manier van bewegen van de camera. Het voelt zo heel realistisch en intiem, alsof je gewoon met die karakters op het podium of in de kleedkamers bent. En desondanks dat dit over moet komen als zeer realistisch, is er prachtig gebruik van licht en schaduw. En ook soms heel bijzondere verschuivingen van de camera in of uit frame, zodat het even weggaat van de karakters en later weer terugkeert. En het werkt alsnog zeer goed. Voortreffelijk camerawerk. En ja, ik kan er eigenlijk gewoon niet meer over zeggen. Het zorgt voor een heel erg unieke ervaring. Dan het verhaal. Dat is geschreven door vier mensen, waaronder Inarritu zelf. Hebben allemaal meegeschreven aan eerdere van zijn films. En ja, dit script won ook een Oscar voor origineelste script. En dat snap ik. Ik zei al eerder dat deze film een mix is van satire en drama. Maar waar het over gaat
Het is gewoon zo maf. En het bevat zoveel thema's en boodschappen dat het echt onmogelijk is om goed uit te leggen wat nou de geest is van deze film. Kritiek op de aanpak van Hollywood tegenwoordig. Kritiek over de obsessie van acteurs. Kritiek over onze social media obsessie. Kritiek op de critici zelf. Het is alles bij elkaar en tegelijkertijd gewoon een heel erg geinig en emotioneel aangrijpend drama over een depressieve acteur en vader. En alles lijkt zich af te spelen in een paar dagen vanwege dat sublieme camerawerk. Ik kan er gewoon niet makkelijk iets over uitleggen, behalve dat als je een filmliefhebber bent, dit absoluut een must is. Het lijkt gewoon vaak de vierde wand te doorbreken en ons als publiek ook aan te spreken om wat meer vraagtekens te zetten bij de filmindustrie en hoe we dingen, films en acteurs beoordelen. Dat we daarmee voorzichtig en nauwkeurig mee moeten zijn. En dat snap ik heel goed. Mensen op internet plaatsen en schreeuwen gewoon dingen waar ze amper over nadenken met heel schadelijke gevolgen. Zonder vaak stil te staan bij hoe hard acteurs en producers en regisseurs aan dat product gewerkt hebben en hoeveel het voor hen betekent. En wij kraken dat dan gewoon af. Wij hebben als critici een verantwoordelijkheid om nauwkeurig te zijn met wat we schrijven. En dat probeer ik mezelf ook zoveel mogelijk voor te houden. Dus ondanks dus al die ingewikkelde thema's en de uniekheid van het verhaal is het alsnog heel erg grappig, emotioneel. Het is lekker entertainend, ondanks de formidabele lengte en vele gesprekken. Ik vind het gewoon een heel vermakelijke en unieke film. Dan de montage, die is gedaan door Douglas Kreis. Die heeft ook veel van de montage gedaan van Iñárritu's films. En zijn werk hier was vooral om ervoor te zorgen dat al die samengevoegde shots eruit zagen als één shot. Daar was heel zorgvuldige opnieuw planning voor nodig, maar ook je moest heel goed kunnen bepalen waar die cuts waren, zonder dat het opviel dat het een cut was. Dus bijvoorbeeld even een snelle veeg cut. Dat lijkt alsof het een camerabeweging is, maar in werkelijkheid gewoon een knip. Of dat camera een schaduwruimte induikt, zodat je niet ziet dat de cut plaatsvindt. Of gewoon dat de camera opreist naar de hemel. Er verstrijkt tijd. De hemel die wordt donker en dan gaat de camera weer omlaag. Het is fantastisch werk. En de film die zou nooit zo goed geslaagd zijn als de editing niet zo precies was vastgesteld. Met een getraind oog kun je heel goed zien waar de cuts zitten, maar alsnog, het is fantastisch werk. Had echt de Oscar mogen verdienen voor editing, won het helaas niet. Dan als ene laatste de muziek. Die is heel schaars en bestaat vooral uit drums en bekken. Muziek, het geeft een beetje weer wat de mindset is van Michael Keaton's karakter. Op dat moment hoe je zijn woede en stress voelt toenemen in een steeds intenser wordende drummuziek. Hoe hij zich voorbereidt op een belangrijk moment in zijn theaterproductie. Wordt allemaal weergegeven door die drums en die bekkens. En het is zo goed gedaan dat het echt voor een korte maar zeer effectieve adrenaline kick zorg elke keer dat je die drums terug
hoort keren. En ik ben daar gewoon heel erg van onder de indruk hoe met zulke simpele muziek toch nog zoveel bereikt kan worden. Dan als laatste de sfeer. Nou, ik zei al bij het plot dat het een beetje moeilijk vast te leggen is van wat je nou precies bij deze film moet voelen en waar deze film nou eigenlijk over gaat. Maar het staat hoe dan ook vast dat de spanning heel erg goed werkt vanwege die camera aanpak. Alles lijkt allemaal in heel erg korte tijd plaats te vinden. Dus als er tijdsdruk wordt geïntroduceerd in het verhaal, dan voel je die ook direct. Door het ijzersterke acteerwerk komt ook de emotie heel krachtig over. En je hebt ook vrijwel continu een gevoel van surrealisme erin vanwege het unieke verhaal. Want één aspect dat ik nog niet had verteld is dat Michael Keaton's karakter ook superkrachten lijkt te hebben. Hij schijnt te kunnen vliegen. Hij kan met telekinese voorwerpen bewegen. En we weten nooit zeker of die superkrachten nou echt zijn of dat het zijn verbeelding is. Dat hij in zijn gedachten nog steeds Birdman is en die ongelofelijke dingen doen kan. We weten nooit of wat we nou net voor ongelofelijk zagen, of dat nou echt was of allemaal zijn verbeelding. En de film eindigt ook op zo'n manier. Dat is zo ontzettend ambigueus en in combinatie met wat ik net verteld heb. Het is fantastisch. Dus over het algemeen wat ik van deze film kan zeggen. Je vindt echt geen tweede in je filmbibliotheek als deze. Geweldig acteerwerk, geweldig camerawerk en regie. Uniek script, zeer effectieve muziek. En gewoon eigenlijk een behoorlijk relevante film voor de Hollywood cultuur die de laatste jaren tot stand is gebracht. Ik geef het een 8,6 van de 10. Ik laat een poll achter zodat jullie zelf kunnen beslissen wat jullie ervan vinden. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van MeesterTopSizer met een nieuwe filmrecensie. Goodbye and live long and prosper.